Schiedam. Dit is De Stem van Schiedam. De rubriek waarin jouw mening centraal staat. Vandaag peilen we je over dit onderwerp. Bent u vrijwilliger? Nee, dat ben ik niet. En waarom bent u geen vrijwilliger precies? Omdat ik zelf al een werk heb en geen tijd heb. Jazeker, al heel lang. Ik denk al 50 jaar, zo. Nee. En waarom precies niet? Wel geweest, ooit. Maar ja, nu ben ik gewoon aan het werk. Het gaat niet meer met mijn rug. Ik heb 3 hernia's gehad, dus... Ik heb altijd vrijwilligers bij de voetbalverenigingen gedaan, zeg maar. Maar dat is niet meer. Ik ben zelf al 89, dus dat lukt mij niet. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Gewoon omdat het leuk is om te doen. En je wordt gevraagd, hè, zo is het ook. Ik ben nooit ergens naartoe gegaan van ik wil vrijwilliger worden. Het is altijd van de andere kant wil je vrijwilliger worden. Vind je het belangrijk dat ze vrijwilligers zijn? Ja, dat wel. Waarom precies? Ja, het is altijd nodig toch? Wat ik zeg, vooral voor ouderen, voor eventueel gehandicapte mensen, dat ze toch allemaal een steentje bij kunnen dragen. Nou, dat zie je zeker vooral voor ouderen en beperkte mensen is altijd wel handig. Mm-hmm. Dat ze dan iemand hebben waar ze hulp aan kunnen krijgen. Ook voor de contacten met elkaar. Ja, natuurlijk, die heb je ook nodig, anders kun je niet bestaan als vereniging. Nou, als je alleen bent, dan heb je wel eens hulp nodig. Mijn kinderen wonen ver weg, dus daar heb ik niks aan. Nou, sommige vrijwilligers die zeggen wij doen ons best en we vinden het leuk om anderen te helpen. Maar wij hoeven niet per se bedankt te worden met materiële zaken of zoiets. Ja, een beetje in het zonnetje zetten. Een lekkere lunch of zo af en toe is. Ja, ik denk wel dat het van de, ja, van de hogere mensen moet komen, denk ik. Dat ze misschien een kleine vergoeding kunnen krijgen. Dat ze heel goed hart hebben en dat ze die hart moeten blijven houden.